leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Zoals jullie zien zie ik er heel anders uit. Want ik ga vandaag een heel andere look voor jullie creëren. Ik ga echt voor een glam look. En ik wil dit jaar echt heel anders uitzien met kerst, oud en nieuw. Gewoon echt gewoon glamour. Dus ik heb eigenlijk voor een heel andere kapsel gekozen. Zoals jullie zien heb ik een ponytail. Ik heb het echt nog nooit in mijn leven gehad. Ik ben ook echt voor extreem lang gegaan. Dus ik hoop ook echt dat ik het goed heb ingeklikt. Maar ik ga dus voor een heel andere look. Ik wil echt gewoon dit jaar een beetje extra gaan. Gewoon veel glitters. En ik wil ook nepwimpers op. Heb ik heel lang niet opgehaald. Maar ik wil echt heel graag weer nepwimpers op. Dus ik dacht, waarom niet een glam look voor jullie creëren. Voordat ik ga starten met de video wil ik nog even melden dat deze video in samenwerking is met Ardell. En daar ben ik echt zo blij om. Het is gewoon de eerste wimpermerk die ik ooit heb gebruikt. En ik ben echt zo fan van de wispies. Maar dat zien jullie allemaal aan het einde van deze video. Laten we even snel starten met deze look. Zo, even deze ponytail naar achter. Want hij staat behoorlijk in de weg. Het is een enorme ponytail. Even kijken. Ik start gewoon met een dagcreme. Dat doe ik eigenlijk altijd op. En eigenlijk doe ik het meestal ruim van tevoren op. Maar dat heb ik vandaag niet gedaan. Want ik kom net uit de douche. Dus ik smeer even een dagcreme op. Daarna gebruik ik de Professional van Benefit. En ik gebruik deze niet zo vaak. Maar als ik echt een glamour look doe, op mijn make-up echt gewoon heel goed zit de hele dag door, dan gebruik ik het wel. Maar voor dagelijks gebruik ik deze eigenlijk bijna nooit. Dan doe ik, zoals altijd, jullie kennen deze denk ik, voor de extra glow. Kan ik ontbreken bij de feestdagen. En ik weet dat de vorige keer toen ik het opdeed, een paar mensen het irritant vonden dat ik daarna mijn handen niet heb schoongemaakt. Dus dat ga ik speciaal voor jullie doen. Ik heb mijn foundation niet veranderd ten opzichte van mijn vorige make-up routine. Dus nog steeds deze van NYX. Ik doe even vandaag geen close-up. De Total Control in de kleur Soft Beige. En als ik een glam look doe, dan doe ik wel iets meer foundation op dan normaal. Ondertussen zijn mijn katten aan het ruzie op achtergrond. En dan met mijn Real Techniques kwast even uitblenden. Op mijn oogleden. Voordat ik verder ga, ga ik even een primer opdoen op mijn oogleden. Want vandaag ga ik best wel veel oogschaduw gebruiken voor mijn doen. Ik heb het ook echt nog nooit gebruikt. Ik heb hem ook echt net binnen van Urban Decay. Eyeshadow Primer Potion Original. Hierdoor zou je oogschaduw dus gewoon 24 uur moeten blijven zitten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb het echt nog nooit gebruikt. Dus echt mijn eerste keer. Dan gaan we verder naar de concealer. Nog steeds dezelfde van Benefit. De Boeing Cakeless Concealer heet deze. En ik heb hem in nummer 5. Dit is voor mij nu op dit moment de beste concealer. Voor glam looks gebruik ik meestal altijd van die dikke concealers. Maar deze gebruik ik dagelijks. Maar ik vind hem echt net zo goed voor een glam look. Dus vandaar dat ik deze ook gebruik. Ik vergeet heel vaak concealer te doen rondom mijn neusgaten. Maar het blijkt heel erg belangrijk te zijn. Want hier heb ik het net iets roder dan de rest van mijn huid. Als ik echt voor een overdreven look ga, gebruik ik graag een creamy contour. En ik gebruik van Fenty Beauty in de kleur Mocha. En probeer ik heel weinig van op te doen. Zodat het niet overdreven wordt. Want stel je voor dat je dan gelijk te veel op doet. Dan ben je gelijk nul. Dus gewoon een beetje. En dan uitblenden. En als je dan ziet dat het nog steeds niet donker genoeg is, dan voeg je elke keer een beetje toe. Ik vind het eigenlijk wel mooi, maar ik wil eigenlijk iets meer bronzer. Ik ga er even overheen met de MAC bronzer. Gewoon met een kwast, zodat ik niet echt een beetje cakey effect krijg. Dan gebruik ik Translucent Powder van Laura Mercier. Dat moest ik eigenlijk doen voordat ik de bronzer op deed. En ik laat het niet meer weken zoals ik dat vroeger deed.
boven mijn ogen. Tussen mijn wenkbrauwen, daar glim ik meestal. En dan hier. Mijn wenkbrauw vandaag met de brow shaper van Mix Factor. Ik borstel mijn wenkbrauw altijd een beetje uit. Zoals je ziet, zijn mijn wenkbrauw iets wilder geworden, waar ik erg blij mee ben. Ik gebruik echt nooit lichtere kleuren voor mijn wenkbrauwen. Ik vind het echt niet mooi. Ik heb liever dat het dan iets donkerder is, dat ik het dan rustiger opbouw, dan dat ik gewoon zo'n heel lichte kleur neem. Dan gebruik ik dit kleine product van Benefit. Het is zo'n mini eigenlijk. Maar je hebt er ook een grote versie van, de Gimme Brow. Om een wilde haartjes een beetje op hun blaas te zetten. En nu de volgende stap. Nu beginnen we echt met mijn ogen. En dat is echt eigenlijk mijn lievelings met een glamour look. Want daar leg je meestal de nadruk op. Tenminste ik. Maar wat ik eigenlijk niet van een rode lipstick hou, doe ik altijd, ja, eigenlijk altijd de nadruk op mijn ogen. En ik heb dus twee nieuwe oogschaduwpaletten. Die van Urban Decay. En eentje van NARS. En kijk hoeveel glitters deze bevat. Niet normaal. En Urban Decay heeft meer deze kleuren. Dus dan kan ik het gewoon een beetje mooi met elkaar matchen. Ik begin met mijn ooglid. Op mijn ooglid doe ik de kleur Flyby van Urban Decay. Zo, dus eigenlijk een beetje de basis. Dan doe ik de kleur Hive. De buitenkant van mijn ogen. Oh, dat is echt heel goed gepigmenteerd. Dus daar moet ik echt even mee oppassen. Ik vind deze kwast niet heel fijn, dus ik pak even een andere kwast. Even voor de duidelijkheid, ik heb dit op mijn oogleden gedaan. En deze heb ik op de buitenkant van mijn ogen gedaan. Nu pak ik een iets donkere kleur. Dus even te kijken wat ik neem. Ik neem Stain. En dat is deze kleur. Niet te veel opdoen. Ook aan de buitenkant van mijn ogen. En meestal trek ik de oogschaduw iets door, zeg maar zo, naar mijn wenkbrauw. Richting mijn wenkbrauw, niet naar mijn wenkbrauw. En eigenlijk bij oogschaduw is het belangrijkste dat je gewoon heel goed blendt. Oh, ik vind het wel echt een heel mooie kleur, jongens. Ook deze een beetje richting mijn wenkbrauw. Ik wil dat mijn oogschaduw iets naar buiten gaat, zeg maar. Dat vind ik net iets mooi bij mijn oogvorm. Dan het gevoel alsof je ogen iets groter erdoor lijken. Dan pakken we dit kwastje. Het is een heel dunne kwast. Van Marie Christine in nummer 531. En doe ik dezelfde kleur op als net, Sting. En dan doe ik het onder mijn ogen. Nou, het begint al ergens op te lijken. Ik word altijd zo bang als ik zeg maar nog maar de helft van mijn look af heb. Dan kijk ik in de spiegel en denk ik, oh mijn god, wat heb ik gedaan? Ik heb het helemaal verpest. Maar aan het einde wordt het allemaal wel mooi. Uiteindelijk wordt alles wel mooi. En nu ben ik echt zo nieuwsgierig naar dit palet van NARS. Die hebben echt extreme glitter. En ik denk dat ik dus voor deze ga. Ik weet niet of je het zo kunnen zien. Voor deze denk ik dat ik ga. Oh my god. Kijk, één keer. Oh wow. Ik vind het echt heel erg mooi. Dat had ik niet verwacht. Ik ga nu even snel mascara opdoen. Een heel klein laagje erop zo. Dan mijn highlighter van NARS. In de kleur Double Take. Met de feestdagen doen we natuurlijk extreem veel highlighter op. Daar heb ik echt heel veel van op. Voor op mijn lippen doe ik vandaag Coconut Up van Kylie Cosmetics. En het is een heel mooie nude kleurtje. En deze kleur kan je ook heel mooi opbouwen. Want hij
Wordt niet gelijk donker op je lippen. En dan kan je elke keer een beetje erbij ook doen. Want ik heb andere kleuren nude. En soms als je het opdoet, denk je van wow, heftig. Als je het zeg maar echt moet weghalen. Maar kijk, deze heeft dat niet. Als lipgloss doe ik deze op van Fenty Beauty. Die heb ik niet zo lang, die heb ik eigenlijk best wel nieuw. En deze heet Diamond Milk. En waarom ik deze uitkies voor de feestdagen is omdat hier echt... Het is zeg maar een gloss, maar er zit heel veel glitters in. Het is geen normale gloss. Ik heb echt heel veel gloss, maar deze bevat echt heel veel glitters. Kijk. Dus vandaar dat ik voor deze kies. Ja, ik ben natuurlijk de blush vergeten. Ik doe vandaag Butter Blush op in de kleur Rosy Pink. Nou, niet slecht voor een amateur, hè, mijn make-up. Soms ben ik echt verbaasd over hoe ik mijn make-up kan doen, want ik draag nooit zoveel make-up. En dan vind ik het toch wel leuk om te zien hoe het dan, zeg maar, toch kan worden. En als laatste de Urban Decay Setting Spray. Maar dan is mijn make-up voor deze keer nog niet klaar. Want ik ga vandaag nepwimpers gebruiken. En ik ga die van Ardell gebruiken. Echt, dit zijn mijn aller mooiste nepwimpers ever. Dit zijn de allereerste nepwimpers die ik ooit heb gebruikt. En ik weet wel hoe dat allemaal ging. Ik keek naar een YouTuber en naar een make-up tutorial. En toen zag ik dus dat zij die wispies gebruikte. En toen dacht ik, die moet ik hebben. Ik zag dat ze precies dezelfde oogvorm had, ook een beetje kleine ogen en zo. En toen zag ik van wauw, wat een mooie wimpers. En wat heel erg fijn is aan de Ardell wimpers, vind ik zelf dat ze ook cruelty free zijn. Ardell is echt eigenlijk de populairste wimpermerk die ik ken. En je kunt ze dus kopen bij Kruidvat en bij de Douglas. Kruidvat heeft bijvoorbeeld 6 verschillende stijlen, dacht ik. Ik laat jullie even een paar zien. Dit zijn de Wispies Black. Dit zijn de Demi Wispies en dit zijn mijn favoriet. Ik vind deze echt heel erg mooi. Dan heb je Natural in nummer 105. En hier heb je de Natural in 110. Deze zijn echt heel erg natuurlijk. En wat ik heel vaak zie bij andere mensen is dat ze dus deze combineren met bijvoorbeeld de Demi Wispies. Dat heb ik heel vaak gezien. Daar krijg je echt heel mooie volle wimpers van. Dus genoeg keuze voor iedereen. Je kunt echt letterlijk elke look ermee creëren. En ik ga altijd wel een beetje voor een beetje natural, maar iets vollere wimpers. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Dus ik zal denk ik ook voor deze look voor de Demi Wispies kiezen. Echt heel lang geen nepwimpers heb gehad. Trouwens, je krijgt dus gewoon bij elke setje lijm. Dus je hoeft niet extra te kopen. Maar ik gebruik nu voor deze set de Duo lijm in de kleur blauw. Volgens mij is dit de witte versie. Ja, de witte versie is dit. De wimpers zijn trouwens te koop voor €5,99 per stuk. Echt cruelty free. Ze hebben alle modellen. Echt heel handig. Bij de Kruidvat. Om de hoek kun je het allemaal halen. Ik heb heel vaak gehad dat ik echt last minute even naar de Kruidvat ging voor neppe wimpers. Omdat ik het gewoon nergens anders kon krijgen. Anders moet je helemaal naar de Douglas of helemaal ergens anders naartoe om nepwimpers te krijgen. Maar gelukkig heeft Ardell dus ook nepwimpers bij de Kruidvat te koop. Ik haal de nepwimpers altijd heel erg voorzichtig af. Vanaf de buitenkant. Echt heel voorzichtig. Want ik heb heel vaak gehad dat ik dan de hele nepwimper gewoon echt helemaal kapot maak. En dan ga ik even daarna meten of het op mijn ooglid past. Volgens mij is de lengte bij mij echt perfect. Even kijken. Nou, ik hoef denk ik eens echt niet te knippen, jongens. Maar ik gebruik dus hiervoor de Duo lijm. Echt een heel klein beetje opdoen, hè, jongens. Nooit te veel opdoen. Dus wat ik dan soms doe, is dat ik dan de Duo lijm doe ik dan gewoon zo hierop. En dan ga ik met deze kant ga ik een beetje overheen. En dan smeer ik het zo uit. Zo weet je zeker dat je niet te veel op de wimper doet. En nu moet je een beetje wachten tot de lijm een beetje iets droger wordt. Want hij is nu best wel nat. Dus dit is de before. Oh.
Oh, ik denk dat deze echt heel mooi zijn. Ik moest wel iets langer wachten. Zie ik, als ik naar de lijn kijk. Dat kun je trouwens ook doen met zo'n lash applicator van Ardell. Die heb ik helaas niet. Maar wat je dan kan doen, is eigenlijk met die lash applicator zo de wimpers tegen elkaar aandrukken. Dus je eigen wimpers en de wimpers tegen elkaar aandrukken. Oh, wauw. Dat is echt lang geleden voor mij. Maar hoe mooi is dit? Ik krijg hier echt een heel mooie oogopslag van. Dit is dus zonder en dit is met. En ik vind het echt zo erg mooi. Van mij hoeft het ook allemaal niet overdreven zo. Maar dit is echt gewoon net die extra touch aan mijn look eigenlijk. Ik hou hier echt van. Ook hier lijm op gedaan. Even wachten. Deze wimpers zijn echt chill. Want ik hoef echt dus helemaal niks af te knippen. Ik heb ze dus nu allebei op. Ik vind het echt zo mooi. De wispies zijn sowieso echt by far mijn favoriet. En wat ze echt heel erg mooi maken is dat ze passen echt letterlijk bij elke oogvorm. Dus daar hoef je niet druk om te maken als je ze koopt. En wat ook echt heel erg mooi is, is dat de wimpers dus elkaar kruisen. Waardoor je echt zo'n mooie volume krijgt in je wimpers. Ik doe er nog een beetje mascara over. Niet heel veel, want dat heb je echt absoluut niet nodig. Maar dan krijg je net een beetje dat zwartere look. Zo jongens, dit was alweer mijn glam look. Dit wordt eigenlijk een beetje mijn look voor deze kerstdagen. Ik hoop dat je het een beetje een mooie look vindt. Trouwens, mocht je meer informatie willen over de Ardell lashes, misschien over de wispies die ik nu op heb of andere soorten, dan kan je op de link hieronder klikken. Daar vind je in principe alle soorten die beschikbaar zijn met een kruidvat en kan je ze gelijk aanschaffen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden en dan zie ik jullie heel graag bij de volgende weer.